Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Leuk dat jullie weer kijken. Als je hier voor het eerst bent, vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneren kan hier beneden. En ja, wat gaan we doen vandaag, man? Heel weinig, ik werd wakker en kreeg van mijn vriendin een screenshot van mogelijk tornado's in Nederland. Code rood, code oranje, weet ik het allemaal. Dus het gaat waarschijnlijk stormen vanmiddag in heel Nederland, als het goed is. Dus ik heb geen idee. Ik wou sowieso naar de stad gaan om wat dingetjes te halen, want binnenkort gaan we natuurlijk een paar weekjes weer weg. En ik moet nog een bepaalde dingetjes halen. Heeft geen haast ofzo, maar ik dacht ja, vandaag was er toch niks op de planning en zou perfect zijn. Want de komende dagen wordt druk, morgen heeft ze natuurlijk weer dienst, dus dan kunnen we nergens weer naartoe. En even kijken, vrijdag hebben we weer een reis van 5 uur op en neer. En zaterdag hebben we hier visite. En zondag gaan we weer die reis doen. Dus ja, het wordt druk. Het wordt komende dagen sowieso druk. Dus ja, ik heb geen idee. Vaatwasser staat te draaien. Ik ben net gedoucht. En ik wil eigenlijk een content gaan opnemen. Want ik heb gisteren de content opgenomen. Maar toen ben ik het... Toen ging ik het terugkijken en ik vond het niks. Ik kreeg wat feedbacks over de top 10 series. En waren wel leuke feedbacks in de zin van, joh, was echt informatief. Die serie wist ik niks van, bla bla, goede tips, dit en dat. Alleen een paar mensen zeggen van, joh, ik herken je niet terug in de video's. En ik vroeg zo van, joh, waarom dan niet? En zeiden, ja, je zit het zo stijf bij, zo serieus bij en weet ik het allemaal. Dus ik had zoiets van, ging het terugkijken en ik dacht, ja man, dat klopt ook wel. Maar ja, ik wou dat een beetje serieus houden, snap je? Dat was tenminste mijn intentie. Maar ja, als jullie zeggen van, dat is juist te serieus, dat ben je niet en zo. Ja, dan ik ga die video van gisteren opnieuw opnemen. En dan ga ik het op mijn manier doen. Dus tenminste niet op mijn manier, maar gewoon hoe ik ben. En dan, ja, mogen jullie dan beslissen. Willen jullie het serieus hebben of willen jullie het gewoon een, niet losser, maar gewoon zoals ik ben, zeg maar. Dus dat laat ik dan aan jullie over. Dus zometeen probeer ik weer een content video te gaan opnemen. Ik heb een paar mensen uitgenodigd om binnenkort hier te komen. Om en de music challenge te doen en de VDE, vreemde dingen eten. En nog wat aantal andere challenges die, of tenminste contents die ik in mijn hoofd heb om te gaan filmen. Dus dat ga ik met allemaal mensen doen. Gewoon vrienden, kennissen, collega's in het vak. DJ's, bla bla, je weet toch. Dat ga ik dus doen, komende dagen. Genoeg geluld, ik ga even... Nee, ik ga niet ontbijten. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga sowieso denk ik koken. Jullie zullen vanzelf zien, man. Dus ik spreek jullie zo. Mijn vriendin is er. We gaan even snel boodschappen doen. En ik spreek jullie zo. En weer thuis van boodschappen doen. Ik heb zo'n dag, weet je. Zo'n dag. Ik heb echt zo'n dag. Ken je die zo'n dag? Zo'n dag. Klinkt op zondag. Maar ken je zo'n dag? Zo'n dag. Zondag? Nee, zo'n dag. Ik denk dat het zondag. Yes, en ik ga even koken. Ik ga even carbonade maken vandaag. Met een criollo saus. Maar ik kom achter dat ik niet alles in huis heb. Ik heb geen tomaat, ik heb geen paprika. Dus we gaan dit even anders doen, denk ik. Even improviseren. En dan ga ik maar rode ui erbij doen. En misschien wat doppertjes. Ik heb doppertjes. Doppertjes dan erbij doen, denk ik. Het is niet anders, man. Soms moet je improviseren. Ja, toch? Soms moet je een beetje improviseren. Ik heb besloten om het met aardappelen te gaan eten. Dus lekker, man. We gaan lekker eten. Zo, ik was gewoon even slap gevallen. Totdat de wekker ging, zeg ik. Totdat de deurbel ging en er is iets voor me gebracht. Ik
kijk eens wat ik ook heb. Nog wat taart over van het verjaardag. Gaan we zo even nakken. Maar er is dus een pakket voor me bezorgd. Yes sir. Even kijken wat hierin zit hoor. Wat kijk jij? Nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig bij je. Oké. Kijk eens aan. Yes. Wat is het? Is het een trui? Wat is het? Ik weet niet wat het is. Ja, dit is een trui. Oeh, kijk eens aan. Yes. Adidas trui. Voor me bezorgd. Heb je gezien? Vraag is alleen. Wat is de vraag? Vraag is, voor wie is het? Staat erop, dus. Ja, maar hoeveel staat het erop? In ieder geval, een Adidas trui. Super mooi. Rood. Ik heb net een paar dagen geleden of zo, een week geleden, heb ik een shirt gehaald. Die is ongeveer zo. Maar een trui had ik nog niet zo. Super bedankt. Dit is van mijn bro DJ Tempo. DJ Tempo heeft het cadeautje van mijn verjaardag nog. Dus ja, super dope man. Echt bedankt. Echt love, sowieso. En ja, wat ik zei, ik ging even liggen en ging even serie kijken. En toen ging even lichtje uit. Vlog 44, net gedropt. En ga even verder serie kijken met mijn vriendin en ik spreek jullie zo weer. Het is 9:15 s'avonds en na alle hijsa, code geel, oranje, rood, weet ik het allemaal. Nu pas begint het een beetje buiten te druppelen. Dus we zijn binnen gebleven voor eigenlijk niks. Er was wel, moet ik zeggen, net helemaal geen wind. Echt totaal geen wind. En je weet wat ze zeggen als er geen wind is, wat er daarna gaat komen. Dus we gaan het even zien. Hoorde net wat gedonder, dus misschien, ik weet niet. We gaan zien wat er gaat gebeuren, man. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Naar al die hijsa, zeg maar. Inmiddels heel laat. Ik ben nog even mijn laatste vlog van vandaag aan het afronden. En dan ga ik ermee kappen. Ik heb niet heel veel vandaag kunnen doen. Ik was gewoon druk bezig in huis. Dus waarschijnlijk wordt dit gewoon een hele korte vlog. Heb geduld, want er komen leuke dingen aan. Er komen nieuwe contents. Er komen challenge video's komen eraan. Ik ben al bezig met de top 10 lijsten. Top 10 series, top 10 films, top 10. Verzin het maar. Check hierboven voor een link daar naartoe. Dus als jij geïnteresseerd bent in serie, hou je van series, hou je van films. Weet je niet wat je moet kijken, zou ik zeggen, neem even een kijkje. Ik ga de vlog van vandaag afsluiten. En vergeet niet een blauwe duimpje omhoog te doen. Hier beneden kan je abonneren voor meer video's. En ik zie jullie weer in een nieuwe vlog. Later.